Universiteit van Nederland. Als iemand jou een Neandertaler noemt, dan is dat meestal niet heel aardig bedoeld. These stupid Neanderthal mafia guys. Want de Neandertaler, harig, voorovergebogen, barbaars, onderontwikkeld. Hij staat bekend als ons domme neefje. Het neefje dat het niet haalde omdat wij zoveel slimmer zijn en zoveel leuker en succesvoller. En wij, dat zijn dan de Homo sapiens, de wijze denkende mens. Ver verheven boven de rest van het dierenrijk. Wel slim en fantastisch genoeg om te overleven. Wij zijn in het beeld van onszelf toch wel echt de kroon op de schepping of de evolutie, als je van evolutie uitgaat. En die Neandertalers, ja, dan zal dan wel iets mis mee zijn, want dat is toch allemaal net wat minder. Archeoloog Gerrit Düsseldorp van Universiteit Leiden legt in deze aflevering de twee neefjes naast elkaar. De Homo sapiens versus de Neandertaler. En spoiler, zo verschillend zijn we niet. Qua anatomie en qua intelligentie zit er eigenlijk nauwelijks verschil tussen Neandertalers en wij. Zijn ze eigenlijk net als wij? Sterker nog, jij bent een beetje Neandertaler. Alle mensen buiten Afrika die hebben gemiddeld ongeveer 2% Neandertaler DNA bij zich. En Afrikanen, die hebben niet of nauwelijks Neandertaler DNA bij zich. Ja, jij dus. 2% Neandertaler. Om te kunnen begrijpen waarom we zo op elkaar lijken, gaan we terug naar ons begin. Het ontstaan van de eerste mensachtigen. We reizen 7 miljoen jaar terug in de tijd. Ergens in Afrika, daar leefde een mensaap die 2 groepen afstammelingen zou krijgen. Aan de ene kant chimpansees en bonobo's en aan de andere kant mensachtigen. Die noemen we homo of mens. En het interessante is dat er dus eigenlijk tot 40.000 jaar geleden op deze aarde altijd meer dan 1 soort mensen rondliep. Je hebt vroege mensen die we homo habilis noemen, homo erectussen, dus een mensensoort die net wat grotere hersenen heeft. En uit de homo erectussen in Afrika, daar ontstaan wij uit, homo sapiens. Na 2 miljoen jaar geleden gaat homo erectus zich ook buiten Afrika begeven. En dan zie je dus fossielen in bijvoorbeeld Georgië en uiteindelijk ook in Indonesië. En buiten Afrika, daar evolueren dan ook nieuwe mensen. Zoals bijvoorbeeld in Azië op het eiland Flores. Daar raakt een populatie mensen geïsoleerd. En wat gebeurt er op eilanden, evolutionair gezien? Grote dieren worden daar vaak klein, omdat er vaak weinig voedsel is. Hè? En in periode van hongersnood is het dan handiger als je een kleiner lichaam hebt, want dan heb je minder nodig. Dus daar ontstaan naast dwergolifanten ook dwergmensen. We noemen die wetenschappelijk gezien Homo floresiensis, maar ze zijn populairder onder de naam de hobbit. Hobbits? Hobbits. Hobbits. Never heard of a hobbit before. De Hobbit. Hij bestond echt. Niet deze uit de film, maar wel de Homo floresiensis. Eén van de 20 soorten mens die hier op aarde rondwandelden. Die Hobbit heeft het uiteindelijk niet gered en stierf uit. Maar zijn voorouder, de Homo erectus, die had ook nog op andere plekken in de wereld de bloemetjes buiten gezet. Uit de afstammelingen van die vroege Homo erectus populaties evolueert in Europa en Azië uiteindelijk de Neandertaler. De Homo erectus, waar de Neandertaler van afstamt, is dus ook onze voorouder. Geen wonder dat we zoveel op elkaar lijken. Eén verschil? Wij, de moderne mens, ontwikkelen ons in Afrika en zij, de Neandertalers, trekken rond door wat wij nu Azië en Europa noemen. Het Europa waar zij in leefden was heel anders dan het Europa zoals wij dat kennen. Het klimaat dat hier heerste was heel veranderlijk, werd gekenmerkt door een afwisseling van lange ijstijden van 80 tot 100.000 jaar die heel koud waren, en korte, warme tusseneistijden die vergelijkbaar zijn met de huidige warme periode. En dat betekent dus dat de omgeving meerdere malen tijdens het bestaan van Neandertalers extreem veranderde. En daarin leefden dan ook hele andere dieren waar ze zich toe moesten verhouden. Dus er waren hier leeuwen en hyena's, waar ze mee moesten concurreren waarschijnlijk. Er waren mammoeten en wolharige neushoorns tijdens ijstijden. En tijdens warme tijden waren er andere soorten olifanten en ook andere soorten neushoorns. En leefden er waarschijnlijk ook nijlpaarden in de Rijn. Ja, dus het was eigenlijk veel leuker of veel, veel indrukwekkender hier dan nu. Om als kleine mensachtige te overleven in dit ruige landschap vol grote roofdieren, moesten Neandertalers toch wel slim zijn.
Het is heel moeilijk om bij uitgestorven soorten mensen een soort IQ-test af te nemen. Dus het is heel moeilijk te reconstrueren hoe slim Neandertalers nu daadwerkelijk waren. Maar een van de dingen die we graag doen is gewoon kijken naar hoe complex de technologische organisatie van verleden samenlevingen was. En daarbij kun je Neandertalers vergelijken met moderne mensen, maar dan niet... Je moet niet Neandertalers gaan vergelijken met ons nu, met iPads of met de Romeinen. Maar je kan ze misschien beter vergelijken met modern menselijke jager-verzamelaars die in ongeveer hetzelfde tijdperk woonden. En als je kijkt naar wat voor werktuigen Neandertalers maakten, dan zijn die werktuigen eigenlijk onderling vrijwel identiek en inwisselbaar met de werktuigen die we in Afrika vinden op vindplaatsen van vroege moderne mensen. Maar er zijn ook andere aanwijzingen voor die intelligentie van Neandertalers. Tot voor kort was een van de dingen waar archeologen veel ruzie over hadden het gebruik van vuur. Het vroege gebruik van vuur, daar is heel veel ruzie over hoe oud dat nou is. En er zijn een aantal van mijn collega's die denken, of dachten in ieder geval, dat Neandertalers niet zelf vuur zouden kunnen maken. We zien wel eens haarden op hun vindplaatsen, maar dan zijn ze afhankelijk geweest van een blikseminslag. En dan konden ze daar misschien een brandende tak vinden en dan konden ze misschien eindelijk eens warm worden. Maar een collega van mij heeft laten zien dat Neandertalers een ijzermineraal gebruiken om samen met vuursteen vonken te maken, waarmee ze dus zelf vuur kunnen aansteken. Wat ook wel heel interessant is van de leefwereld van Neandertalers, is dat ze ook aan een soort geneeskunde doen. Dus we weten dat Neandertalers vaak botten braken en we zien in hun fossielen dat veel van die breuken genezen zijn. Ook soms hele ernstige breuken, zoals fracturen van de heup of van de schedel. En recent onderzoek in Spanje heeft laten zien dat in het tandsteen van sommige Neandertaler fossielen stuifmeelkorrels en zetmeelkorrels zitten van planten die eigenlijk geen voedingswaarde hebben, maar die in ieder geval nu bekend staan om hun geneeskrachtige eigenschappen. Dus waarschijnlijk hadden ze ook medicijnen voor kwaaltjes. 300.000 jaar geleden. Neandertalers maken medicijnen, genezen botbreuken, maken vuur en gereedschap. Dat klinkt niet als het barbaarse domme neefje. Maar wij, moderne mensen, hebben een eigenschap waar we heel trots op zijn, die ons qua intelligentie onderscheidt van alle andere levende dieren. Taal. Vandaar dat archeologen heel erg geobsedeerd zijn door de vraag: hadden die Neandertalers nou taal? Nou, dat weten we niet zeker. Maar wat we wel zien is dat Neandertalers anatomisch gezien de hardware hadden om taal te hebben. Dus in heel zeldzame fossielen is het tongbeentje van Neandertalers bewaard gebleven. En dat lijkt erop te wijzen dat ze dezelfde range aan klanken konden maken als die wij konden maken. Dus ze konden in ieder geval veel verschillende geluiden uitstoten. En in Spaanse fossielen is de gehoorgang van Neandertalers goed bewaard gebleven en bestudeerd. En daaruit blijkt dat ze niet alleen een wijde range van klanken konden produceren, maar ook een wijde range van klanken van elkaar konden onderscheiden. Dus ze konden die klanken zenden, maar ook ontvangen. En daarnaast hebben ze hele grote hersenen, dus denken we dat ze ook de benodigde software hadden. Die Neandertalers die lijken op ons qua anatomie en qua intelligentie, maar op het sociale vlak lijken er een paar verschillen te zitten. Lijken Neandertalers misschien net wat eenkenniger geweest te zijn en net een wat minder grote sociale kring onderhouden te hebben. Dat zie je door bijvoorbeeld het feit dat ze, als we meerdere Neandertaler fossielen in één vindplaats vinden, dan zijn het er vaak heel weinig. En daarnaast aan vergroeiingen van hun botten en uit DNA zien we dat er wel eens sprake is van inteelt. Dus dat laat zien dat Neandertalers een kleinere pool hebben om uit te vissen dan we bij moderne mensen gewend zijn. Toch gingen Neandertalers ook buiten hun eigen familie op zoek naar een partner. En ze deden het soms zelfs met een andere menssoort. Weet je nog, die 2% Neandertaler in jouw Homo sapiens DNA? Die vroege Homo sapiens die dus in Afrika woont, die gaat soms pootje baden buiten Afrika. Dus we kennen al een Homo sapiens fossiel uit Griekenland van 200.000 jaar oud. En we weten dat er 200.000 jaar geleden wat DNA wordt uitgewisseld tussen moderne mensen en Neandertalers. En dus er wordt dan wel, de liefde wordt bedreven. En er zijn vindplaatsen waarbij een soort mengcultuur lijkt te ontstaan. Dus een soort populatie van Neandertalers en moderne mensen. Die maken dan ook mengvormen van stenen werktuigen. Maar die populatie is op hun beurt weer verdrongen door een andere populatie moderne mensen. De
De Neandertalers en wij delen een onstuimige geschiedenis die gaat van samen gemeenschap bedrijven tot een hele gemeenschap verdrijven. Er bestaan zelfs populaire theorieën dat wij verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van de Neandertaler. De beroemdste theorie wordt beschreven in het boek Sapiens door de historicus Yuval Noah Harari. Die poneert een soort pleistocene genocide. Die denkt dat de moderne mensen Neandertalers gewoon uitgemoord hebben. Ik denk van niet. Een van mijn standaard dia's in mijn colleges is dat Harari het mis heeft. In ieder geval in zijn eerste hoofdstuk. Want het gaat om jager-verzamelaars en jager-verzamelaarssamenlevingen die leven over het algemeen in hele lage bevolkingsdichtheden. Dus 1 persoon per 100 vierkante kilometer of zo. Dus er is bij die jager-verzamelaars eigenlijk veel minder reden om oorlog te voeren of om genocide te doen dan bij veel latere boerensamenlevingen. Want die zijn met meer mensen en die hebben ook... Boeren willen gewoon land hebben. Daar moeten paaltjes omheen en dan moet je met je fikken van afblijven. Maar verschillende groepen jager-verzamelaars, dat gaat meestal vreedzamer. Dus als Neandertaler lover hoop ik dat dat in het verleden ook zo was. En er zijn geen aanwijzingen voor oorlog, maar het is ook niet uit te sluiten. De meeste van mijn collega's denken eigenlijk dat Neandertalers zijn uitgestorven door demografische factoren. Dus omdat ze in een lage bevolkingsdichtheid in koude gebieden leefden, in kleine groepen die minder intensief met elkaar in verband stonden, waardoor je dus net wat meer last had van inteelt en waardoor je ook net wat meer kwetsbaar bent voor pech, voor plotselinge klimaatveranderingen of een plotselinge hongersnood of een epidemie. En dan is er ook nog een relatief grote groep die denkt dat het instabiele klimaat van de laatste ijstijd de reden was voor het uitsterven van Neandertalers. Neandertalers leefden eigenlijk meer dan 300.000 jaar lang in Europa en Azië. En waren dus eigenlijk gewoon een hele succesvolle mensensoort. En daar komt dan rond 40.000 jaar geleden toch een einde aan. En dat is aan de ene kant heel gek. Hè? En we willen precies weten waarom dat nou toen zo gebeurd is. Maar aan de andere kant, de kans dat een soort, ook wij zelf, uitsterft, is uiteindelijk 100%. Het enige wat we nog niet weten is wanneer dat uitsterven van ons bijvoorbeeld precies gaat gebeuren. Bedankt Gerrit voor deze mooie samenvatting van 7 miljoen jaar menselijke evolutie in minder dan 15 minuten. Jij en de Neandertaler in je, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.